Nou goed, bij Aleten doen we het ook een stuk netter eigenlijk. Aleten Leidelmeijer of Victor, zoals ze nu doen. Victor, ja, ze is getrouwd. Heel leuke man. Ja, je kent hem? Ja. Ja? Heel leuk. Wat maakt hem zo leuk dan? Nou, hij past goed bij haar. Aleten is heel druk. Hoi. Daar ben je. Hey. Aleten is heel druk en jouw man is iets minder druk. Hè? Dus dat is een goede aanvulling. Ja, die is hartstikke introvert. Maar ze kunnen wel goed samen bier drinken. Dat wel. Ja. Maar wat maakt hem nou leuk dan? Want hij schijnt hartstikke introvert te zijn. Maar wat is... Daar krijg je er zelf genoeg van. Nee, hij is gewoon gezellig. Gezellige man. Oké. Okay. Lief voor de. Ja, wil je er iets meer over vertellen, Aleta? Ja, hij luistert goed. Oh. Ook heel belangrijk. Ja. Blaft hij ook? Hij doet af en toe het huishouden. Nee, we hebben wel een nieuwe blaffert in huis. Dat wel. Het is gewoon een topkerel. Dan kom je thuis en dan ziet hij zeg maar, op de app van mijn auto waar ik rij. En dan, als ik het koud heb gehad langs het veld, dan staat het eten klaar als ik thuis kom, af en toe. Maar hij kan op de app zien waar jij bent? Ja. Het is een stalker. Dat is toch wel, nee, dat is vrij heftig. Ja, ja, ja. Nou, nee, want ik kan hem natuurlijk ook, hij kan hem ook uitzetten. Af en toe werkt hij niet. Dus, waarom niet dan? Ja, en ik zeg wel eens dat ik carpool en dan staat de auto gewoon een tijdje op een carpoolplaats. Nou, dat vertrouwt hij gewoon. En terecht. Oké. Okay. Een mooie insight information even dit, hè? Ja, dat pakken we zo even mee. Niet iedere auto met een vrouw erin op een carpoolplaats moet je vertrouwen, hoor. Nee? Wat bedoel je daarmee? Nou nee, daar wordt nogal wat, nou? Door prostituees wat bijverdiend op carpoolplaats. Ik weet niet waar dit gesprek nou naartoe gaat. Maar ik heb net de indruk dat het een heel goed huwelijk is. Dus dat heeft niks met deze situatie nee, te maken. Nee. Maar kijk, ik ben er ook vrij naïef in. Ik heb ook wel eens ergens op een carpoolplaats dat ik moest pissen. En dat ik een benzinestation was, dat je een boom staat te pissen. En dat er vijf gasten in het bos stonden te fluiten. Nou, ja. Ja, die zagen de witte neger. Boskamp ook hier, hè? Ja, echt waar. Die stond te zeiken dat er een zei: oh, wat lekker. Ja, die heeft Jan even een. Ja, Jan is. Die is keihard naar zo toe gerend toen. Ja, maar Jan kan hem zelf niet zien hoe lekker hij is. Want hij hangt onder dat afdakje, hè? Ja, we moeten echt naar Aleta toe. Want anders even moet je. Aleta, wat gaan jullie allemaal doen met Fox? Ja, ah, laat maar zitten, joh. Dat was helemaal niet de bedoeling. Ja, het is eindelijk zover. Hij is er. Heeft even geduurd, maar we hebben hem, hoor. De app. Voor meer leuke video's en het laatste voetbalnieuws, download hem dus. De Veronica Insight app. Hij is recht nu. Echt waar.